Yo, what up, gasten. Het is gewoon alweer tijd voor een verse 50. Dank jullie. Oh, en deze keer is een hele speciale 50. Het grootste moment is namelijk hier. Dit is de 50ste video op Banjo Movies. Dus daarom heb ik besloten om 50 redenen voor alles te doen. Wat is inhoud? Dat je het overal voor kan gebruiken. Heb je geen geld? Word je aangehouden? Kijk je naar iemand zijn tieten? Dan gebruik je deze smoesjes. Dit zijn mijn favoriete smoesjes van alle smoesjes die ik ooit gedaan heb. Go! Ik had het huiswerk en deed mijn bril op. Ik werd aangevallen door veel toetsenbord. Ik was te lui om wakker te worden. Er kwamen aliens bij huis binnen. Die pakten alle salade en ze vlogen weg. Er werd in één keer aangebeld. Dus ik deed de deur open. Stond er in één keer een koe. We hadden geen appels. Mijn moeder heeft de snor laten staan. Dus ik was mijn huiswerk aan het maken, kwam ik in één keer Pikachu tegen. Ik ving de Pikachu, wat doe ik? Ik vang een Caterpie. Ik zeg, ik heb Caterpie, ik heb Pikachu, wat moet ik doen? Werd ik aangevallen door Charmander. Ik kwam een zeehond tegen met een pony. Ik kwam een pony tegen met een zeehond. Ik was aan het fietsen naar school, knalde ik tegen een boom op. Zei die boom wat de klootzak bij. Ik zo, kunnen bomen praten? Zei de boom nee. Naakt winkelen, doe ik eigenlijk altijd. Ik werd aangevallen door moordlustige augurken. Ik was de Justin Bieber. Bieber fever. Nee. Geen Bieber fever in deze video. Heeft iemand een flesje? Flesje naar zo. Mijn hond sloeg mijn vader met kipfilet. Is waar gebeurd. Niet zoveel knipmomenten in één video hebben. Ik ging gewoon even naar het park, want ik wou een egel knuffelen. Wat gebeurt er? Ging die egel in één keer zo prikken. Klootzak. Op straat, hè? Ik werd aangevallen door zombie. Mijn mind is gewoon echt fucked up. Ik vind dat die ook telt als één. Ik was aan het fietsen, terwijl mijn sleutels nog in mijn slot zaten. Ik ben direct gestopt. Lady Gaga had nachtmerries over zichzelf. Ra-ra-ru-ma-ma, bitch. Voordat ik mijn huiswerk ging maken, wou ik even eten. Alleen toen ik ging eten, zag ik ineens een dolfijn. Ik zeg tegen de dolfijn, wat doe jij? Je zei, ik was op weg naar school en werd aangevallen door nazi-robots. Alleen bleken homofampieren te zijn. En daarna begonnen ze achter me aan te vliegen. Dus ik ging naar huis en toen kon ik achter dat ik met deze hand ook kan zwaaien. Het is niet alleen die hand die kan zwaaien, deze allebei. Ik kan met twee handen zwaaien. Dus ik ging naar school, toen zag ik een tentje. Ik doe het tentje open, zie ik naar Snorlax. Ik zo, Snorlax! Wat denk je dat hij doet? Niks. Hij deed niks. Dus ik leg mijn huiswerk en ik ging naar school. Ik was op zoek naar Nemo. Ik was aan het chillen met Perry het vogeldekdier. Ik ben niet opkomen dagen omdat ik wel weet hoe jij reageerde. Dus ik wou de afwas gaan doen thuis. Ik liep naar de vaatwasmachine. Wat denk je daar? Ik zie daar een otter staan met een bal. Ik zei, wat doe je met die bal? Liep de otter weg. Ik liep naar school toe, vielen mijn voeten eraf. Mijn voeten eraf. Mijn moeder was aan het koken en de aardappelen waren gewoon aangebrand. Ik wou gaan douchen, maar er zaten dolfijnen onder. Dus ik liep over straat, ik zag er een otter spelen met de tandenborst. Ik zei, hey, wat doe je met die tandenborst? Wat doet de otter? Gooit die tandenborst naar mij. Ik vang hem, ik gooi hem terug. Gaat de otter huilen? Mijn fietssleutels wouden bananen eten. Ik heb een meisje verkracht in de bosjes. En vermoord. En dan? Ik kocht een visje en ik gooide hem tegen de muur en nu is hij overleden. Ik kreeg mijn handschoen niet goed aan. Ik ging naar de orthodontist, want ik wou een kuifje. Mijn wekker was toen aan vakantie, dus ik heb hem een dagje vrijgegeven. Een lilliput erop moeten en hem een puntmuts opdoen met lijm erop, zodat die puppets niet meer afgaan. Lijkt net zo'n dwerg. Ik was het rijden naar school, zat ik vast in een tsunami. Mijn vader heeft al het geld op de DSB-bank gezet, waardoor ik geen fiets meer heb en dus geen schoolboek. Mijn deurknop had zijn dag niet en wou niet opengaan. Ik ging winkelen met Luke Skywalker, dus ik pas een shirtje aan en ik zeg tegen Luke Skywalker van, hey, vind dit mooi shirtje, man? Zegt Luke Skywalker, ja, ik vind hem echt mooi. Zeg ik zo, serieus? Zegt Luke Skywalker, nee. Ik hoorde de Boeing. Dat is van Ernst en Bobby. Ik was verdrietig omdat ik geen Loverboy heb en de rest wel. Ik ben fossielen gaan zoeken en ik heb niks anders gevonden dan Patricia Pai. En dat waren er alweer 50. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Doe dan een duimpje omhoog. En vond je deze video nou echt zo tof? Dan kan je hem in je favorieten zetten of delen met al je vrienden. Stuur deze video door naar die ene persoon die leeft. Naar die ene, weet je wel. Oftewel naar iedereen. Via Twitter, Hives, MSN, alles, Facebook. En dan kent de hele wereld genoeg smoesjes om op te leven. Dus help kinderen in Afrika. Het is belangrijk. Groen duimpje en delen. Ik check jou later. Banjo! Goeiemorgen, oftewel, yo, what up, gasten. Ja, lekker.